Samen met Michaël vaar ik langs de podia van het Schemerstad Festival. Als je dit zo ziet, een dag als vandaag, dan lijkt Leiden echt bol te staan van de evenementen. Ja. Nou, dat klopt. Ja, sowieso natuurlijk tijdens deze cultuurweken, maar ook het hele jaar door. Februari bijvoorbeeld het Leids Cabaret Festival. September de Nacht van Kunst en Kennis. We hebben natuurlijk de 3 oktoberviering, de Lakenfeesten. We hebben eind oktober het Leiden Internationaal Filmfestival. En dan hebben we nog al die geweldige musea. Dus gedurende het hele jaar is er altijd wel een mooie expositie. Maakt niet uit wanneer je komt? Maakt niet uit wanneer je komt. Het is altijd iets te doen. En dat blijkt, want de voorstellingen gaan door tot in de late uurtjes. Michaël, ontzettend bedankt voor deze prachtige dag. Graag gedaan, man. Leiden heeft me echt verrast. Leuke stad.